Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met wat laatste buitjes, maar ook met brede opklaringen en een koude start. En die koude start heeft voor verraderlijke gladheid gezorgd. Kan nog tot aan het eind van de ochtend duren, met temperaturen die langzaam boven nul komen. Laatste bui in Zeeland, maar ook al zonnige perioden. Vanmiddag schijnt de zon ook regelmatig, al neemt aan het eind van de middag de bewolking van het westen uit toe. Het wordt 4 tot 7 graden en er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanmiddag is het droog, vanavond gaat het regenen van het noordwesten uit. Die neerslag bereikt aan het eind van de avond ook het oosten en daar kan er wat natte sneeuw vallen bij temperaturen vlak voor de sneeuw uit. Een graad of 2 in de neerslag oplopen, dan gaat het ook daar regenen. Morgen trekt die regen weg, dan wordt het droog met nog een enkel buitje in het binnenland. De zon komt er weer bij, het wordt 6 tot 8 graden. De wind draait naar west tot noordwest en is matig tot vrij krachtig windkracht 4 of 5. De dagen dan daarna zijn heel rustig wat wind betreft. Met dinsdag zonnige periode en droog weer. Woensdag ook nog een heel kleine neerslagkans, maar wel meer bewolking. En donderdag wordt het weer een stuk wisselvalliger. Temperaturen liggen aan de hoge kant op een graad of 8 en de kans op vorst in de nacht neemt af. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.